In deze korte video leg ik je uit hoe je Prezi Video kunt gebruiken. Prezi Video is een hele mooie tool die online meetings veel interessanter maakt. Normaal gesproken heb je bij een online meeting, als je iets presenteert, ofwel jezelf in beeld, zoals dit, ofwel de PowerPoint slide. Prezi Video maakt het mogelijk om die twee te combineren, zodat je als het ware een blended beeld hebt. Prezi Video werkt naadloos met Zoom en Teams en nog een aantal andere applicaties. Dus het is heel eenvoudig om het te gebruiken. Je downloadt een desktop applicatie en vanuit die desktop applicatie bereid je je presentatie voor. Als je dat aan het doen bent, zie je ook direct hoe het in beeld eruit zou zien. En die presentatie tover je tevoorschijn op het moment dat je je presentatie wilt geven. Nou, ik geef hier een aantal voorbeelden. Je kunt in Prezi Video PowerPoint slides gebruiken. Maar dat is misschien makkelijk, maar ik denk niet altijd het beste beeld. Dus ik geef je hier een voorbeeld. Ik heb een Prezi Video voorbereid. Hier verschijnt de eerste slide. Je hebt overigens een aantal templates die je kunt gebruiken. Ik gebruik hier een hele basale template waarbij je de slides of het beeld naast mij in beeld ziet. Dus hier heb ik een PowerPoint slide toegepast. En eenvoudig klik ik door naar de volgende. Als je die slide toch meer in beeld wil brengen, dan kun je erop klikken en dan kun je inzoomen op het beeld van je slide. Maar daarna kun je hem ook weer weghalen. Zo zie je eenvoudig, we gaan van slide naar slide. Hier wil ik je een voorbeeld geven van het verschil tussen een slide of een image. Dus dit is een PowerPoint slide. Die kan ik natuurlijk beter in beeld brengen om dat te laten zien. Maar ik kan ook, en ik vind dit heel mooi, dat je een blended beeld kan doen. Nou, heel eerlijk, je ziet hier mijn kerstboom achter. Dus je moet natuurlijk wel rekening houden met de achtergrond die je hebt. Maar het gebruik van een doorschijnend beeld geeft een heel geavanceerd gevoel bij de presentatie die je geeft. Een ander voorbeeld, en dit is een veel beter voorbeeld, logo van mijn bedrijf. Maar hier zie je hoe je heel mooi het beeld in het beeld kan laten zien.